Nog 1 jaar te gaan tot de Olympische Zomerspelen in Tokio, waar weer een nieuwe, jonge generatie klaarstaat voor een gouden medaille. Ik ben Joost, 21 jaar, en in deze serie stap ik in de wereld van leeftijdsgenoten die alles in het teken zetten van die Olympische droom. En vandaag train ik mee met de veelbelovende 22-jarige volleybalster Juliette Lohuis. Hard jongen. Ze is nu al een van de vaste waarden in het Nederlandse volleybalteam. Het is wel een gezellig team, denk ik. Onderweg naar de training vraag ik Juliette hoe dit nu allemaal begon. Eigenlijk sinds mijn 13e denk ik, echt al 4 keer in de week gaan trainen. Dus ja, het is wel echt heel hard werken. Ik denk wel ook talent natuurlijk, een beetje geluk. Ja. En gewoon best wel veel ervoor opgeven. En vooral hard werken. Ja, want het lijkt me dus best wel lastig, omdat je een teamsport doet, ben je dus ook wel echt afhankelijk van anderen. Zeker waar. En dan ben je ook nog eens de jonkie van de groep. Ja. Of althans de jonkie. Ja. Je kwam er vorig jaar heel jong bij. Klopt. Hoe is het nu dan, als je weer een beetje gesetteld bent inmiddels? Ja, heel anders toch wel. Ik heb ook, vorig jaar heb ik echt geen druk. En ik was al, het was het plan zeg maar om twee keer mee te trainen. Mm-hmm. En toen werd het 2 weken, toen werd het 1 maand. En zo rolde ik gewoon een beetje erin. Op het eind speelde ik gewoon op het WK en ja. Zo. Nou, we staan hier bij een bord. En dat is misschien wel het bord wat je iedere ochtend ziet als je hier komt. Nog bijna 1 jaar tot Tokio. Klopt. Daarvoor zijn jullie nu ook aan het trainen, toch? Ja, we hebben over 2 weken volgens mij ongeveer is het OKT. Dus en dan kunnen we ons plaatsen. Wordt wel lastig. We spelen in Italië tegen Italië, België. Mm-hmm. En Italië is gewoon heel goed. Ja. Dus ze gaan mooie ballen scoren, maar wij moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen. Ik denk dat het kan lukken. Ja. Er wordt hard getraind. Je moet nu ook gaan trainen. Je moet een beetje haasten, want anders moet je iets in de boetepot. €10, dat willen we natuurlijk niet. Ga lekker rennen, zie ik je straks en dan gaan we lekker een balletje slaan. Helemaal goed. Top. Je zou wel zo'n volleybal tegen je hart te zijn krijgen. Ja, ik zou wel een potje tegen haar willen spelen, maar ja, ik wil liever niet naar de tandarts. Daarom vraag ik haar Italiaanse trainer eerst om een paar tips. She is new in this professional volley and she is growing a lot like this really in the last 2 seasons, and she's really part of this team fix, so that's really good. So I'm going to play some volleyball with her. Do you have any tips for me, because I have literally no idea? Oh, okay, she is really tall and really good in some skills, but if you make her move, so you can win. So do this. This, you got it. Misschien moet ik eerst 10 centimeter groeien voordat ik überhaupt een kans maak tegen Juliette. Ik denk dat ook aan lengte nu wel ongeveer hetzelfde niveau. Ik heb wat dronken op dit ding. Ja. Hoe lang ben je? Ik ben 1,90, ja. Maar wat nou als je 1,75 bent en heel goed kan volleyballen, kun je dan wel meedoen? Nou, we hebben 1 speelster, zij is 1,80 en dan moet je heel handig zijn en zo. Ja, dus als ik zeg maar ook weer in een normale leven ben, dan voel ik me ook weer heel lang. Ja? Zeg maar, hier voel je je gewoon heel normaal. Maar alsof jullie dan ook een beetje uitgerekt zijn. Ja, misschien is het wel zo, ja. Gaan we volleyballen? Ja. Mooi, waar moet ik staan? Nou, daar gaan we dan hoor. God. Oh, dat is gemeen. Dan dacht ik al dat hij daar naartoe ging. Maar op zich, ik heb dit echt wel... Jappen, je hebt het slechter gezien. Ik heb dit echt wel veel slechter gezien. Ik hoor dat jij een hele goede service hebt. Heb je dat gehoord? Ja, dat heb ik gehoord. Okay. En dat jij niet heel onverdienstelijk kan serveren. Dat is mij ter oren gekomen. Wat behelst nou een goede service? Dat is lastig. Ik denk sowieso, wat voor mij belangrijk is, is dat ik hem eigenlijk altijd heel hoog pak. Ja? En mijn hand heel strak hou. Zodat de bal zeg maar echt, die gaat op een gegeven moment al een beetje floteren. Ja. En dan gaat hij een keer naar rechts of dan kun je hem kort laten vallen. Uh-huh. De bedoeling is dat je hem dan tegenhoudt, iemand naar iemand... Gaat zetten. Ja? Ja, en dan val je hem dus aan. Oké, top. Oké, ja? Ga ik hem opvangen. Ja, Ja, dit is dus een ace. Puntje voor Juliette. Ja, ik hoorde dat jij nog wel eens een ace hebt geslagen, toch? Ja, op het WK een paar. Een paar? Hallo, dat is toch hartstikke goed op het WK, aces? Een ace betekent dat je vanuit de service meteen scoort. Nou, ik heb normaal niet zo moeite met scoren, maar wel met volleybal. Daarom helpt Juliette mij in ieder geval 1 keer raak te gooien. Hij komt in de buurt. Oh!
Nee, shit. Nou! Ik kan het even proberen. Ja? Hoppa. Zo makkelijk. Jouw carrière, dat is een soort Ferrari, want dat is best wel snel gegaan, toch? Want je mocht vorig jaar invallen voor iemand die geblesseerd was geraakt. Nu maak je een transfer in Duitsland naar de landskampioen. Klopt, ja, Stuttgart. Het gaat je allemaal wel flink voor de wind, toch? Eigenlijk, ja, het is niet zo dat ik er niks voor doe natuurlijk, maar ik mag niet klagen eigenlijk. Denk je dan nooit van, als je vriendinnen ziet, die gaan misschien naar een festival toe en die zijn lekker aan het zuipen en weet ik veel wat allemaal aan het doen. Denk je dan nooit van, nou, ik wil daar ook naartoe? Wel, ja, als je die foto's en zo ziet, dan denk je wel, nou, ja, dat lijkt me wel heel vet. En ja, op dit moment is dat gewoon niet mogelijk. En tuurlijk denk ik wel eens van, oh, weet je, krijg ik daar spijt van, weet je wel, later. Ja. Dat ik dat bijvoorbeeld een beetje mis, maar nee, ik denk dat ik dit is wel wat ik wil, dus. Ja. Ben je überhaupt veel bezig met later? Want volleybal is natuurlijk tof, maar daar zit ook een bepaalde houdbaarheidsdatum aan qua fysiek, zeg maar. Ja. Denk je wel eens over de periode daarna, wat je dan gaat doen? Er is dus geen precies. Nee, ik hoef niet van A te zetten. Maar het is wel. Ik weet wel een beetje wat ik leuk vind. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Want het is lastig om. Geen maatschappelijke carrière niet. Precies, dat is wel lastig om te combineren. Ik ben nog steeds aan het studeren ook. Okay. We zijn bezig nu met een stage. Dus ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil doen. Maar ik heb inderdaad wel periodes dat je, zoals nu bijvoorbeeld, ben je zo bezig met het OKT, Olympische kwalificatie. Mm-hmm. Dus je denkt ook, dat is gewoon zo belangrijk. Ja. Ook. Dus dat vind ik nu ook gewoon het leukste wat er is. Dus, ik wens je heel veel succes op het OKT. Ja, thanks. En ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop het ook, ja. Volgende week dan loop ik weer mee met een jonge Nederlandse talentvolle topsporter die zich misschien gaat plaatsen voor de Olympische Spelen. Mocht je nou willen zien hoe het met alle andere sporters ging, klik dan hier. En vergeet niet te liken, te abonneren en een reactie hieronder achter te laten wat je van deze video vond. En vooral van mijn volleybalskills natuurlijk. Tot volgende week. I was made for this.